Dus eigenlijk komt het erop neer dat je een beetje gaat kijken naar de kwaliteit van je deals en hoe snel dat die door je pipeline gaan. Dus eigenlijk gaat het zeggen hoeveel omzet hebben wij op dagbasis door onze pipeline gebracht. En dat zijn zo een optelsom van een paar factoren. Ik denk dat het gemiddelde slaagpercentage van... Eigenlijk moet het dan per instroombron even bekijken. Ja. En dus wat is mijn, als ik bijvoorbeeld Google Leads binnenkrijg, wat is mijn gemiddeld slaagpercentage van die leads? Wat is de gemiddelde omzet dat die met zich meebrengen? Dat is al een heel belangrijke. En dat gaat dan maal de aantal leads doen dat je genereert, hè, dat je eigenlijk een totaal bedrag hebt. En dat gaat in principe delen door de tijd dat ze in je pipeline zitten. Het aantal leads is het aantal sales leads, hè? Dus werkbare salescontacten. Ja, effectief. Mensen die zeggen, ik wil een gesprek voeren. Hè, dus als je dat hebt, dan kun je dat delen door je... Laten we zeggen, door je aantal dagen dat die gemiddeld in je pipeline blijft zitten, dat kun je gewoon in je CRM meestal raadplegen. En als je dat maar 100 doet, dan heb je eigenlijk de euro's die op dagbasis, zo gezegd, door de pipeline vloeien. En dat moet natuurlijk best zo hoog mogelijk zijn, want dan kun je de meeste resultaat boeken met dezelfde tijd. Hè. En dan zullen we zien dat per instroombron wel wat anders is, omdat het slaagpercentage van bepaalde dingen kanalen lager is, of de tijd dat er zit langer is, dus dan kan er minder omzet, zo gezegd, door je pipeline vloeien. Ja. Dus dat zegt al wel iets, vind ik, over de efficiëntie van dat kanaal. En je weet dan, dat gaat dan één of twee van die vier parameters per kanaal, dat gaat verschillen. En bijvoorbeeld voor Facebook typisch gaan we zien, dat is al de win rate waarschijnlijk, en dan days to close. Ja. Terwijl dat voor Google Ads misschien meer waarde uitkomt, omdat die meer koopklaar zijn, ze al meer geïnformeerd zijn. Mm-hmm. Dus per kanaal die oefening van velocity of revenue efficiency maken, en dan evalueren in bijsturing in functie ervan. En dan kun je meer gaan nurturen, minder gaan nurturen. Maar in ieder geval wel kijken dat je alleen de relevante contacten aan sales ten handover doet, of de lead handover. Effectief. En dat is zoiets waar je vaak... Dat moet je zelf nog wel, want dat kunnen niet altijd zo gemakkelijk uit de CRM halen. Sommigen hebben dat wel ingebouwd. Maar dan puur deal velocity in dagen. Bijvoorbeeld hoeveel dagen dat het duurt om... een deal te closen, een one-off en een lost bijvoorbeeld. Maar dan zie je soms al grote verschillen. Dat is een Facebook lead bijvoorbeeld, dat hij 200 dagen nodig heeft en een Google lead maar 20 dagen bijvoorbeeld. Maar ik vind wel, dat moet je nog wel even aftoetsen, zodat het dan ook altijd meer werk heeft. Maar het geeft al een indicatie. Het geeft al in ieder geval een indicatie. En dan is natuurlijk de vraag, is dat een goede kost per acquisitie of niet?